Vandaag vindt op Papendal een tweedaags sportkamp plaats speciaal voor het Vergeten Kind. De Heroes and Champions Dag is opgezet door de stichting Het Vergeten Kind. Deze dag is bedoeld voor ongeveer 300 kinderen tussen de 8 en 16 jaar die noodgedwongen in opvanglocaties wonen. Hier volgt een impressie. Daphne, jij bent programmadirecteur bij de stichting Het Vergeten Kind. We staan hier nu in Papendal, waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Voor wie is het bedoeld? Vandaag hebben we Heroes and Champions, want dat is een tweedaags sportevent voor kinderen in opvanglocaties. Dus kinderen die noodgedwongen niet thuis kunnen wonen en eigenlijk dus in de opvang terechtkomen zonder dat zij daar zelf iets aan kunnen doen. En dat zijn vaak toch wel heel heftige gebeurtenissen. En eenmaal in de opvang hebben ze een heel begrensd bestaan. En voor die kinderen is het kunnen sporten of op een sportkamp kunnen gaan helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dus eigenlijk helemaal voor hen Heroes and Champions, een tweedaags sportkamp nogmaals, waarin sportiviteit en creativiteit centraal staat. En waarin zij kunnen sporten, waarin ze gewoon even onbezorgd kind kunnen zijn. Het is vanmorgen officieel geopend om 10:30. Hoe gaan deze dagen eruit zien? We zijn hier op het terrein waar alle sportiviteiten gaan plaatsvinden. Dat doen we op allerlei verschillende circuitjes en onderdelen. Mogen kinderen zich uitleven, gaan ze ook gewoon battelen tegen elkaar. Er zijn heel veel bekende Nederlanders en ook oud-sporthelden hier aanwezig. En die moedigen ze aan en die doen ook gewoon lekker mee. En uiteindelijk gebeurt dat overdag. En dan s'avonds hebben we aan de andere kant hebben het gedeelte daar waar ze gaan drinken en waar ze gaan eten. Want er is een hele grote barbecue einde dag. En er is ook een hele bonte avond nog vanavond met de Yuvat Dance Show en de Jamais Karaoke Show. En er is een sportquiz, petje op, petje af gaan we doen. Nou, van allerlei leuke activiteiten vanavond. Het is natuurlijk een uitgelezen kans voor deze kinderen, van 8 tot en met 16 jaar, om eens even er ook echt uit te zijn. Ja, gewoon even echt al je zorgen vergeten, want natuurlijk gaan deze kinderen wel naar school. Maar voor hun is het toch, buiten de opvang komen is voor hun helemaal niet zo vanzelfsprekend. En het gebeurt ook niet vaak. En door teruglopende subsidies is gewoon naar een sportschool kunnen al helemaal niet, dat is er helemaal niet meer bij. Dus wat we ook doen hier is dat ze 2 dagen nu kennis maken met allerlei soorten van sporten. Maar dat we ook zoveel mogelijk van die kinderen gaan proberen in te schrijven bij het Jeugdsportfonds. Zodat ze toch op wekelijkse basis naar een sportclub kunnen gaan. Hallo, hoe heet jij? Ik heet Mohammed. En hoe oud ben jij? 10 jaar. Nou ben je vandaag begonnen hier bij de Heroes and Champions. Maar hoe vind je het? Ik vind het heel leuk. Wat heb je allemaal al gedaan? De enige wat ik heb gedaan is mensenvoetbal. Hey, nou blijf jij hier morgen ook. Dus dat betekent dat je ook overnacht hebt. Vind je dat wel leuk om hier te slapen? Ja, dat heb ik ook eerder gedaan. Niet eng? Nee. Ik wens je een hele fijne dag nog. Dank u wel. Ja, Anders van der Leijden, jij bent hier ook aanwezig op de Heroes and Champions. Wat gaat jouw rol worden vandaag? Nou, mijn rol is al geweest. Ik heb een stukje warming-up gedaan en de mensen gemotiveerd om in beweging te komen, die kinderen. Dat heb ik zelf ook meegemaakt als kind. Bewegen is fundamenteel om kinderen te ontwikkelen, om kinderen vertrouwen te geven, gevoel van eigenwaarde. En dat was, en nu kijk ik rond en doe ik een beetje coachen en motiveren. En vanmiddag moet ik helaas weer naar een andere afspraak. Maar ik ben hier en het is een fantastisch mooi event. Het is ook voor kinderen die in opvanglocaties verkeren. Dat zijn natuurlijk ook niet de makkelijkste situaties voor die kinderen. Nee, daarom moet je die kinderen uit hun comfortzone halen en uit hun normale patroon. Door sport en spel is een fantastisch middel om dat te doen. Dan gaan kinderen zich anders voelen. Ze voelen zich prettig, ze voelen zich fijn, ze maken een verbinding met elkaar. En ze zijn met hart en ziel verbonden. Daar ben je natuurlijk zelf een hele wereldberoemde sporter. En dan sta je hier bij deze kinderen. Wat wil je ze echt meegeven? Ik was sporter in mijn jeugd. En dat ben ik al 25 jaar niet meer. Maar daar heb ik wel een spirit, een energie, een kracht opgebouwd. Waar ik nu nog profijt van heb. Als volwassen man. En als kind, met hun leeftijd ben ik daarmee begonnen. 6-7 jaar ben ik begonnen met sporten, met voetbal, met atletiek. Later ben ik gaan boksen. En dat heeft me een ongelooflijk sterk fundament van vertrouwen, zelfvertrouwen, gevoel van eigenwaarde meegegeven om te zijn wie ik nu ben. Wie ben jij? Ik ben Rama. En hoe oud ben je? Ik ben 12 jaar. En hoe vind je het hier op Papendal? Ik vind dit is leuk. Een leuk spelen, een leuk dag. En je hebt mooi weer, hè? Ja, heel leuk.
vind dit ook helemaal leuk. En er loopt ook Johnny de Mol, die loopt hier ook rond, hè? Bekende Nederlander. Ja. Die gaat jullie een beetje begeleiden? Ja. En wie ben jij? Malik. Malik, hoe oud ben jij? 12. En heb je al heel veel gedaan vanmorgen? Ja. Wat heb je gedaan? Spelen, mooie dagen. En jullie blijven hier slapen vanavond? Ja. Hoe vind je dat? Goed, leuk. Je gaat er 2 mooie dagen van maken? Ja. Denk je dat je ook nadat deze dagen voorbij zijn, dat je ook zelf weer op een sport wil? Ja. Wat zou je willen doen? Voetbal. Mag ik jullie allebei heel veel plezier wensen vandaag? Ja, dankjewel.